Theaterfestival Ongekend Talent zal plaatsvinden op 13, 14 en 15 maart in Breda. Het festival vindt plaats in Podium Bloos en de daarnaast gelegen theaterwerkplaats Tiuri. Theo, kun jij mij het een en ander vertellen over het theaterfestival zoals die gaat plaatsvinden? Wat kun je daarover vertellen? Ja, het theaterfestival Ongekend Talent heeft de derde versie. We hebben dat in 2008 en 2010 ook al een keertje in Breda gedaan. Het mooie nu is dat wij dat, waar we eerst in 2008 met Theaterwerkplaats Tiuri dat deden, het nu met de Vereniging Ongekend Talent doen. En de Vereniging Ongekend Talent is samenwerking van allerlei theatergroepen in den landen die gemeen hebben dat ze een professionele theaterproductie maken met mensen met een beperking op basis van dagbesteding. En het theaterfestival is een uiting van de Vereniging Ongekend Talent. Femke, kun jij mij vertellen wat er allemaal te doen is op het festival? Er zijn zo'n 13 theatervoorstellingen te zien op het festival, van verschillende groepen uit heel Nederland. Er zijn filmpresentaties, er zijn workshops te doen waarbij we heel erg hopen dat zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk publiek mee gaat doen samen met spelers van de theaterwerkplaatsen. Er is een expositie en er zijn talkshows een aantal keer per dag, waarbij onder andere de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning aan de orde komt. Op de eigen werkplaats zijn de spelers van Tiuri Breda druk bezig met de voorbereiding van het festival. In hun eigen theaterzaal oefenen ze onder andere mimieken, gebaren en emoties die zij in de diverse voorstellingen gaan gebruiken. Goed zo, allemaal hoogstatus. Goed zo, Bas. Draai maar om. En dan kijk je elkaar aan en dan verandert de status. Oké, hartstikke goed. Was het nou anders? Na afloop van bijna iedere voorstelling is er gelegenheid om als publiek in gesprek te gaan met de spelers. Die komen nog even terug de vloer op. Het is mogelijk om te vragen hoe het maakproces is geweest en wat het spelen en het acteur zijn voor hun betekent. Het is de echte bedoeling ook dat er dus interactie ontstaat tussen het publiek wat komt en de mensen die spelen. Ja, dat gaat vanzelfsprekend. De mensen die wij hebben, die wij begeleiden, die wij in hun ambitie begeleiden, die gaan onmiddellijk de interactie aan. Wat enig, wat leuk. En waar kunnen de kaartjes gekocht worden? De kaartjes kunnen gekocht worden via de website www.festivalongekendtalent.nl of via Podium Bloos. Laat je inspireren door deze ongekende talenten en kom vooral genieten op 13, 14 en 15 maart in Podium Bloos.